En je vond het wel een keer tijd, 63 jaar, nu moest het een keer gebeuren? Vond ik wel, ja. Het ja. is een mooi moment om even terug te kijken. Ik heb toch wel het een en ander meegemaakt. Ja. Vanuit de voetballerij ben ik in de showbiz terechtgekomen. Een korte voetbalcarrière. Bij FC Amsterdam was dat toch? FC Amsterdam, hele korte voetbalcarrière. Mijn vader was voetbaltrainer, mijn moeder zangeres. Dus ik heb van allebei wat meegekregen. Tot ik dus bij een programma betrokken werd dat heette Tour de Jour. En dat was eigenlijk mijn doorbraak. Ja, dan gebeurt het allemaal. Oh ja, dus dat, ja, dan mocht je nooit zingen eigenlijk. Maar uiteindelijk deed je het wel. Dan, heel kort. Heel was, kort. Was leuk was dat. Hè? Dan gaven we je toch 20 seconden. En dan riep ik weer dat je ervoor betaald had. Of nou ja, we hebben eigenlijk geen tijd meer voor. Oh, daar staat hij weer, dames en heren. Dries Roelvink. Ja, dat was wel gezellig. Toch, Dries? Ja, en een enkele keer schoof ook Johan Derksen aan. Ja. Maar voor de rest gaan allemaal wielerspecialisten. En ik had natuurlijk het lied de Tour de France. En dan, het gebeurt nu zou nog. Zou je nu zo spontaan kunnen zingen? De Tour de France, de tijd van mijn leven. Zo. Ik luister aan mijn radio, de tijd van Joop en van Ino. Zo, hé. Hey. Ken je hem nog? Bernard Ino. Ja. Niet mis dit allemaal, hè. Goed allemaal. Maar je kan ook eigenlijk alles, Dries. En dat wist ik ook wel van jou. Je hebt zelfs nog even een korte column bij ons gedaan. Dat heb je op Radio 1 natuurlijk ook gedaan. Dus je bent van alle markten thuis. Maar gospel? Jongen, hoe is dat allemaal tot stand gekomen dan? Nou ja, kijk, bij de EO zitten ook commerciële mensen. En die dachten natuurlijk, Dries Roelvink gaat gospel zingen. Nou, dat wil je even zien. Of je wil het niet zien. Maar ik denk dat mensen daar even voor gaan zitten. En ik hoop ze toch een beetje te verbazen dat ze na 6 afleveringen denken, nou, hij deed het nog niet zo slecht. Verbazen, je zit in de eerste aflevering en dan zing je gewoon Kleine Jongen. Dat is niet verbazingwekkend, dat zing je namelijk best wel vaak. Nee, dat vond ik ook, maar dat nummer is wel verkospeld, noemen ze dat. Nou, 40 ja, man koor erachter, een ander arrangement. De Elvis E, dat is een hele sterke. Laat een klein stukje horen. Oh, heb je dat ook alweer? Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zul je moeten vechten, net als ik. Ik kan het weten. Het leven is niet makkelijk. Er is tegenspoed op ieder ogenblik. Dat is totaal anders dan normaal gesproken, toch? Dit? Gospel. Ja. Je hoort duidelijk de gospelsfeer er doorheen. Ja. En mijn coach, Shurma Rouse, die heeft me geleerd, Dries, probeer nou even te vergeten dat we een tv-programma aan het opnemen zijn. En probeer nou iedere regel de juiste lading mee te geven. De gospellading. En dat lukte. Je deed je ogen dicht. Ja. Je raakte je tekst kwijt een paar keer. Ja, een keer. Klopt. Nee, ik zag het stukje. Kijk, wat denkt hij? Doet hij nou? Want ik ken dat nummer natuurlijk ook dromen. Kan het dromen? Denk, hij zit een hele verkeerde tekst zit hij te zingen. Denk, hoe kan dat dan? Maar dat kwam door de emotie, begreep ik. Er zat één regel in van, dan is je vader er misschien niet meer. Ja. En toen dacht ik, nou, dat kan al wel eens waar zijn ook natuurlijk. Als mijn kleinzoon een jaar of 20 is. Het is onvermijdelijk, Dries, vroeg of laat. Ja. En daar word ik niet vrolijk van. Ik heb een beetje angst voor de dood. Nou, een beetje bol. Een beetje, ik kom in elk interview tegen dat je enorme doodsangst hebt. Is dat zo extreem? Hoe werkt dat bij jou dan? Nou, dat ik mezelf de hele dag bezig hou om daar niet aan te denken. Oh, echt, joh? Ik vind het heel raar dat zoals we hier allemaal zitten, dat we op een gegeven moment allemaal doodgaan. En bij dood denk ik. Dat is ook wel overzichtelijk, vind ik. Ja. Maar ik word daar niet vrolijk van, Wilfred. Nee, ik weet niet, jij kan er misschien beter mee omgaan. Ik dacht dat het voor altijd doorgaat, dat lijkt me helemaal vermoeiend, eerlijk gezegd. Nee, dan zit ik hier nog de komende 200 jaar. Prima. Ja. Als jij me nu een pilletje kan geven dat ik voor eeuwig zou leven, neem ik hem. Echt waar? Ja, maar ik ben gek op het leven. Hè? Want als het alleen maar voor jou geldt, dat pilletje, en de rest valt weg, dan moet je steeds afscheid nemen. Is ook niet leuk. Nee, dat is waar. Maar goed, ik weet dat er meerdere mensen zijn die er enorm tegen opkijken. En die gewoon zeggen, ja, wat gebeurt er dan? En als ik dan met mensen van de EO sprak, die zeggen, nee, Dries, dit is niet het einde. Nee, natuurlijk niet. Je komt in een andere wereld. Er is nog een veel groter iets. En, die hebben bij de EO gewerkt. Bij de hemel, die zijn verzekerd van de hemel. En het hele verhaal van Jezus en Maria, die is zwanger geraakt, maar die had dan nooit met een man geslapen. Nee. Jezus werd gekruisigd en die lag in een grot. Op een gegeven moment was hij weg. En dan komt hij na een tijdje weer terug. Mm-hmm. Heb ik natuurlijk altijd gedacht van, is dat nou echt waar gebeurd? Of is dat een theologisch sprookje of zo? Wat denk jij? Nou ja, als je gelooft, dan denk je dat het echt gebeurd is natuurlijk. En ik ben katholiek opgevoed, dus het werd mij ook altijd verteld. Maar ik ben door de jaren heen toch wel een beetje daar meer anders naar gaan kijken. Ja. Nou, ik ben niet gelovig opgevoed, dus helaas heb ik een soort angst voor de dood. Ja. Heb je dat ook? Nee,
Nou, ik kijk er niet naar uit, maar nee. Ik ben daar niet mee bezig, omdat ik denk, het is onvermijdelijk en ik ga toch niet het leven wat ik heb zwaarder maken om daar al mee bezig te zijn. Dat zie ik dan wel weer. Je hebt drie mooie kinderen, ja. Hartstikke leuke man, ja, die steeds meer in jouw schaduw komt te staan. Daarom, dus wat dat betreft heb je het gewoon hartstikke goed voor elkaar. Ja. Ja, maar ben jij daar echt iedere dag ook bewust mee bezig, of dat niet? Het is bij mij gebeurd, op mijn 14e jaar overleed onze sportleraar. De man keek ik enorm tegenop. Was een atletische vent. En die overleed op het voetbalveld. Op zijn 27e jaar. Mijn vader zat de krant te lezen op maandagochtend. Hij zei, is dat nou niet die sportleraar van jullie? Franklin Mullier. Die is gisteren bij de Zwarte Schapen overleden op het veld. Ik ben naar het buurthuis gerend. Nou, het was zo. En vanaf dat moment heb ik gedacht, oh, dus als je doodgaat, dan hoef je niet eerst ziek te worden of oud te zijn. Je kan zomaar elk moment omvallen. Nou, misschien had ik toen professionele hulp moeten hebben, maar de mensen zeiden toen, ah, daar groeit die wel overheen, joh. Ja. Maar ik heb daar enorm last van gehad, ja. En nog? Ja, ik merk het aan je. En je hoopt eigenlijk via dat programma daar misschien enigszins van af te komen. Is dat gebeurd? Heb je daardoor iets meer rust kunnen vinden? Of heeft dat daar niet bij geholpen? Er was een moment midden in de uitzending dat opeens Shirma met Birgit hardop begon te bidden. Ja. Net als een voorganger in de kerk. En ik wil even de Heer bedanken dat we hier zo'n mooi programma maken. En ze ging maar door en ik zag allemaal tranen om me heen. En toen kreeg ik ook tranen in mijn ogen. En toen reed ik terug van huis naar huis, want het was in Huizen. En die nacht dacht ik een beetje van, zou er dan toch meer zijn dan. Ja. En dat we niet zomaar hier rondlopen, maar zou er dan toch meer zijn tussen, nou zeg maar, tussen hemel en aarde. Mm-hmm. Ja. Maar, dus een lichte twijfel. Nu is er iets van twijfel. Er gaat iets voor je open. Ja. En de Bijbel wordt misschien wel gekocht. Nou ja, je gaat binnenkort weer met Sherman naar de kerk, las ik ook. Ergens, toch? Ja, we zijn één keer geweest in de kerk waar zij als kind begon is in Rotterdam. Ja. En nu heeft ze gezegd, want zij voelt ook mijn angst. Mm-hmm. Ga nou eens mee. Geef mij nu je angst. Ik geef je hoop voor dat zou een lied kunnen zijn. Nee, dat zou kunnen zingen natuurlijk. Ja. En dan voor kostvolen, ja. En dan de gospelversie natuurlijk. Ja. Dus ik ga met haar nog een keer naar de kerk. Oh. Kerkdienst volgen, waar gospelmuziek gezongen wordt. En een paar keer praten met, is dat een pastoor voorganger of een stoor? Nou, wel goed, denk ik, want ik vind Shirma zo lief en zo positief. Ja. Nou. Zij is gewoon een bonk vol liefde. En ik denk, als je bij iemand moet zijn daarvoor, zo supportive is zij, joh. Ja. Dat is echt niet normaal. Hebben ze trouwens ook gebeden voor het feit dat ze misschien een plagiaatzaak aan hun broek krijgen en dat ze die misschien kunnen verliezen of niet? Want dit is gewoon de beste zangers in een ander jasje natuurlijk, hè, waar ik naar heb zitten kijken. Toch, dat programma? Ja, als je die opstelling ziet, hè, je zit op zo'n bank en je kijkt naar elkaar. De beste zangers. Ja. En dan op zo'n gospel manier bij de EO denken ze ook van, dat kunnen we zelf beter verzinnen. Maar gospel is een ander soort. Als ik de beste zangers op en ik weet wie Frank Timbert, ik zou gelijk bellen. Ik zeg, hallo, contact. Mag ik even het geld overgemaakt krijgen? Ja. Nee, zijn ze niet bang voor. Nee, denk ik niet. Nee. Dat is met ze natuurlijk. Het is toch een ander sfeertje als die competitie daar. Nu heb je twee coaches. Ja. En daar heb je twee team captains. En er zit toch een nuanceverschil in, hoor. Ja, maar ik snap dat niet. Als mensen daar naar kijken denken, dat heeft er iets van weg. Maar dit is ook een competitie, toch? Dit is toch ook dat iemand de beste. En wie is het geworden? Mag ik dat zeggen? Nou ja, voor mij mag het. Dus geen enkel probleem in het programma. Nee, ik geloof het niet. Nee, dat vind ze niet leuk. Nee, dan verraad ik het hele programma alweer. Nee, is misschien niet heel handig, maar ja. Ja, is toch leuk. Ja, heb je primeur. Heel leuk. Ik heb ook de primeur dat de talkshow 19:30 terugkomt, omdat ze erg tevreden zijn over de inhoud, als wel de marktaandelen. Oh? Ja. Dat doen, Helene? Nou, dat staat er nog niet bij. Er staat bij dat het presentator nog niet bekend is, dus dat zou ook zo Johnny kunnen zijn weer. Dat kan alle kanten op nog. Oh joh? Ja. Oké. Okay. Dat vertaalt zich positief door, zowel in de inhoud als de marktaandelen. Ja. Ja. En naar jullie, wordt er nog gekeken naar jullie? Naar jullie weer teruggekomen zijn? Of hoe is met jullie kijkcijfer? Het gaat heel erg goed. Jullie gaan twee weken langer door, gaat toch? Het gaat nergens over. Goed. Ja, absurd allemaal, hè? Maar je moet een keer langskomen anders. Oh nee, dat vindt Johan misschien. Ja, dat weet je nooit in dit geval. Ik vind het juist leuk als hij het niet leuk vindt. Maar even voor de mensen die willen kijken. Want ik kan me voorstellen, dit moet een hit worden, toch? Ga jij kijken? Ja, denk wel, ja. Ja. Het is zondag, volgens mij. Het is toch? Op zondag. Het zit eigenlijk op het tijdslot van Boer zoekt vrouw. Oh, dat is een goed tijdslot. Dus dat is een goed tijdslot. Wauw. Of mensen daar geduld voor hebben om naar gospelmuziek te gaan luisteren. Maar het is niet echt. Het is niet echt gospel wat ik gezien heb tot nu toe. Het is gewoon een lekker nummer met een koor erbij. En maar nog door die band en door die 40-man koor
krijgen al die liedjes toch een andere... Maar wordt het ook opzwepend, wat je gewend bent van zo'n kerk? Of blijft het vooral dat het de nummers zijn met een gospelkoor erachter? Ja, het blijft gewoon de nummers. Nee. Oh, dat vind ik dan eigenlijk wel jammer. Nee, daarom. Ik heb het zitten kijken. Toen dacht ik, ja, het is gewoon dat nummer met een beetje van die mensen erachter. Ja, met een sausje. Met een sausje, ja. De beste zangers. Ja. Ik heb het niet bedacht. Je kijkt mij dan nu. Nee, ik heb het jou totaal niet kwalijk. Dat had je doen. Ze hebben jou moeten overhalen, heb ik begrepen. Je hebt eerst nee gezegd, maar uiteindelijk je vrouw en de EO. Ja, eventjes dacht ik, gospel. Ja. Oké, maar dan praat je met iemand. En toen merkte ik van, wat zou ik dan moeten zingen? Nou, een nummer van Jackie Wilson. Higher and Higher. Ja, een nummer van Elvis. Lead Me, Guide Me. Nou, kleine jongen willen ze dan mee beginnen, omdat ik pas een kleinzoon erbij had. En toen dacht ik, nou... Gaat eens proberen. Ja, leuk joh. Heel leuk. Nou, het gaat hartstikke goed allemaal. Het gaat met Dave ook goed. Die heeft ook het licht gezien. Ik weet niet of het de God komt, maar toch. Ja. Die gaat nu een eigen kliniek beginnen. Dus. Zou je kunnen zeggen dat hij het licht gezien heeft. Maar is in ieder geval ben ik heel blij dat hij langer dan 2 jaar nu al helemaal clean is. Ja. Geen druppel meer drinkt. En als hij niet drinkt, dan komt er ook geen drugs bij. Nee. En daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja. En nu gaat hij proberen, dat is hij al aan het doen een tijdje... mensen te helpen die in hetzelfde schuitje zijn beland. Hij is weer goed met zijn broer. Dat is ook helemaal goed. Ja. Het gaat lekker met de familie Roelvink. Goed nieuws, Shell, vandaag bij Dries. Is echt fijn. Ja.